Puntduik van Cultura is een multidisciplinaire voorstelling waarin zoveel mogelijk alle disciplines die Cultura rijk is aan deelnemen. Kom op, Govert, je moet de eieren nog wegbrengen. Govert heeft geen zin, maar hij weet dat hij zijn vader moet gehoorzamen. Hij gaat naar het kippenhok en raapt de eieren. Zoals elke dag moet hij van zijn kleine huisje in Garderen naar het klooster achter het Spulderbos om daar de eieren af te leveren. En toen, precies om 12:00 s'nachts, een lichtflits. En kort erop een enorme donderslag. Het klooster, weg, verdwenen, een gat, een kuil, verder niks. Binnen de kortste keren weet het hele dorp het. En iedereen gaat natuurlijk meteen kijken. Nou, er wordt ook gezegd dat daar dan om 12:00 s'nachts de vage gestalte van de monniken te zien zijn, die langzaam in een rij rond het gat lopen. Maar zodra het eerste glimpje licht boven de horizon klimt, verdwijnen die mompelende figuren in het duister van het Solse gat. Wij hebben gemeend dat wij zoveel disciplines hier aan boord hebben en dat het goed is om daar eens een combinatie van te maken en om een mooie nieuwjaarsproductie te maken door leerlingen en cursisten van Cultura en dan vooral ook voor het grote publiek. Dan met een enorme klap staat de wagen stil. Geraas, getiam, wordt er gevochten? De portier is stil geworden bij de postkoets. Alleen het gehuil van het meisje en het genik van het paard is. De koetsier komt weer uit het bos tevoorschijn en klimt weer op de bok. Een kwartiertje later. Soms zijn de dingen toch anders dan ze lijken. De Kunstduik is een productie die gemaakt wordt hier in Cultura door de leerlingen en door de cursisten. Wie ben jij? Ik speel Sil. Hallo, hè? Ik. Ik ben Sil. En wie ben jij? Mijn vrouw? Hé, hey, ik wil een echte vrouw, ja? Thank you.
laten we présent. Oh nee. Wat erg. Ze zijn dood. Ik ga wat doen. Ik ga de doktoren bellen. Collega aan mijn rechterzijde, uw diagnose alstublieft. Slachtoffer hier heeft zijn hart verloren aan een monster. Het is met bruut geweld uit hem gesneden. Dank u wel. Collega. Twee missende armen is duidelijk sterftegeval. Dank u. Onze grijze collega. Een gebroken hart. Het bloed onder de nagels vandaan gehaald. Zand in de ogen gestrooid. Dank u. En tenslotte collega. Ja, collega, de meneer bij de eik rechts. Zijn hersenen zijn letterlijk tot moes gestampt. Dus een kruis wordt er als de oplossing zal er niet meer in zitten. Ja, collega. Heren, dank u wel. Ik zie u hier morgen weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Tot ziens. Ja, vrouw, daar ben ik. Nou, hoe is het gegaan vandaag? Goed. Aardig wat verdiend. Mooie koe gekocht. Dat is heel mooi. Maar, Een goede koe? Ja, goede koe. Piet is, een paar mensen neergeslagen, maar Piet is niks. Neergeslagen? Ja. Ik vind het toch een sterke man. Ja. En nu? Ja, ik ben er wel een beetje moe, dus ik wil nou even een beetje snel gaan slaan. Ja. Schoen ze net op, vrouwen. ja. Zo. Hé, slaap lekker in. Wat rust, hè. Zo. Wat rust. Kunstduik is een jaarlijkse activiteit die Cultura aanbiedt aan leerlingen, cursisten, maar ook ouders van leerlingen en cursisten, maar ook het grote Edese publiek. En dat bieden wij jaarlijks aan, altijd de week, de eerste weekend na de kerstvakantie. En het wordt al een beetje donker. Willem heeft samen met zijn baas, de molenaar, heel hard gewerkt. De wind is gaan liggen en ze hebben samen nog eventjes de molenwieken vastgezet. Daarna is de molenaar naar huis gegaan. Maar dat lijken wel voetstappen. Er zal toch niet iemand binnen zijn? Oh nee. De kunstduik is eigenlijk voortgekomen uit het nieuwjaarsconcert. We hadden vroeger al het nieuwjaarsconcert, dat was altijd in het eerste weekend na de kerstvakantie. En dat was eigenlijk altijd een muziekaangelegenheid, maar wij vonden toch dat wij eens wat meer moesten integreren binnen de andere disciplines. En zo is langzaam maar zeker de kunstduik ontstaan. Bescherm uw huis, bewaak uw hoeven, opdat in het nachtelijk uur uw stede nooit verzengen zal in het knetterende vuur van de vuurman van Papendal.
witte, zwevende figuren die de mist aan stukken knieven in de vroege ochtenduren. Witte wieven, witte wieven, witte wieven. Ik vond het geweldig. Het was al een verrassing dat ze dus mijn boek gepakt hadden. En dat ze daar dus gebruik van konden maken. Want die sagen en legende heb ik natuurlijk niet verzonnen. Die bestaan. Maar ik heb er gewoon een verhaal van gemaakt. Ik vond het fantastisch. Het was echt waanzinnig om te zien. En met name het stukje over de sagen, over de Doesburger molen. Vond ik ontzettend mooi verteld. Het was erg mooi uitgebeeld met die muziek erbij. Alles zo erbij. Ik vond het erg leuk. Ik vond het vooral leuk hoe iedereen samengewerkt heeft. Dus alle cursisten binnen Cultura, van alle verschillende cursussen en disciplines. Ja, hoe mooi dat versmolten is. Want het is echt een gigantische klus geweest. En wat ik ook erg leuk vond, we zijn natuurlijk geen professionals. Er was wel een professionele regisseur bij, maar ja, dat het daardoor ook niet gelikt was. Wat ik ook heel erg mooi vond, was het deel waar de kinderen hun opwachting maakten. En dat verhaal vond ik ook erg mooi, met die harpen erbij. Schitterend. En het slot, kan niet beter natuurlijk. Allemaal bij elkaar en ja, schitterend. Ik vond het een feest om het allemaal te zien, want ik ben vanmiddag ook geweest. Ik denk, dan ga ik vanavond nog een keer. En dan zie je weer andere dingen. En ik vind het zo leuk dat men er zo mee bezig is geweest. En ja, het zijn verhalen van de Veluwe. En dat moet ook zo blijven. Dat moet doorverteld worden aan de volgende geslachten. En er zijn nou cd'tjes uitgedeeld ook. Dus daar staan 5 verhalen op. Gewoon heel erg leuk. Voor herhaling vatbaar, absoluut. Ik raad het iedereen aan. Het nieuwe jaar begint Cultura altijd met een kunstduik. Wij duiken in de kunst. De anderen duiken misschien in de Noordzee, maar wij doen dat in de kunst. Dat betekent dat wij een voorstelling aanbieden voor jong en oud, die zeer zeker en altijd de moeite waard is. Dus kom kijken.